طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، welcome by new les from Arabische Grammatica. Les 32. Les 32. Les 32, alhamdulillah. Kijken, deze kan weg. Dit is, er zijn meerdere lessen geweest. Dit is inmiddels de tweede, de 32e les van deze reeks. Vandaag gaan we het hebben over de tweede van de maf'oulat. Mansoubat. En maf'oulat. Want er zijn vijf maf'oulat die allemaal mansoub zijn. Vijf maf'oulat zijn allemaal mansoub. De eerste daarvan is de maf'oul bi. De tweede daarvan is de maf'oul mutlaq. Al maf'oulu al mutlaq. En hij heeft gezegd, Ibn Ajram heeft gezegd, babul masdar. Omdat de maf'oul mutlaq is altijd de masdar. Is altijd een masdar. Dus iedere maf'oul mutlaq is een masdar. En niet iedere masdar is een... niet iedere masdar is een maf'oul mutlaq. Wacht even, dan moet je nog een keer zeggen. Dus iedere maf'oul mutlaq is een masdar. Maar niet iedere masdar is een, dus is een niet iedere masdar is een maf'oul mutlaq. Iedere maf'oul mutlaq is een masdar, maar niet andersom. Hoe schrijf je masdar in het Arabisch? Masdar hier. Met zien? Zo, dat is de hoofdstuk. Daar. Al masdar. Iedere maf'oul mutlaq is een masdar, maar niet. En om, dus omdat elke maf'ul mutlaq een masdar is, moet je begrijpen wat een masdar is. Nou, Ibn Ajram heeft het achterwege gelaten om een definitie, een goede definitie te geven. Hij heeft het achterwege gelaten om een goede definitie te geven. Hij zegt, al masdar huwa al ismul mansoob. Maar in feite is de masdar is niet mansoob. De masdar is... Het kan alles zijn. Het kan marfoa zijn, het kan mansoob zijn of het kan majroor zijn. Like waar hij het over heeft is een maf'ul mutlaq. Is een masdar die wel mansoob is. Dus een maf'ul mutlaq is een masdar die mansoob is. En hij zegt, el masdar huwa el ism al mansoob alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al fi'li. Hij komt als derde als je een werkwoord vervoegt. Dus als je een werkwoord aan het vervoegen bent, de derde die je opnoemt, dat is de masdar. En dat is hoe ze het klassiek deden. Eerst kom je met de fi'l madi, dan noem je de fi'l mudari, en dan noem je de masdar. Okay. Het is geen definitie, maar het is toch, verwijzing naar iets wat mensen gebruiken. Het is geen definitie dit. Het komt als derde, als je hem opnoemt. Bijvoorbeeld, ذهب يذهب ذهب. أكل يأكل أكل. أسلم يسلم إسلام. Enzovoorts. Dat is de derde die je gebruikt in een vervoegingsrijtje. Nou, is het niet echt gebruikelijk voor ons om dingen te vervoegen? Dus, we hebben een echte definitie nodig. Wat is de masdar nou echt? Dan gaan we eventjes naar Alfiya van Ibn Malik. En dit is hoofdstuk Al-Maf'ul Mutlaq. En hij zegt, Al-Masdaru. اسمو ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر is een اسم. المصدر is een اسم. Dus één ding dat vaststaat. Dus even belangrijk om te weten. De masdar is een ism. Dat is eigenlijk wel apart, want dit is een vervoeging ook van een werkwoord. Eigenlijk. Precies, uiteindelijk. Maar je vervoegt... Nou, en hier is ook een ikhtilaf over. Is de fi'l, komt de fi'l uit de masdar of de masdar uit de fi'l? Dat is de discussie die al tussen de Basriyun en Kufiyun, die al meer dan 1000 jaar voortduurt. Maar wat voor ism is het? Hij zegt, ma siwa zamani min madlulay al-fi'li. Madlula fi'li.
Wat is met lulay al-fi'li? Met lulay al-fi'li. Met lulay betekent? Ja, hier zit het van je doelen, maar die hebben vaak fout. Wat is met lulay? Wat is met lulay? Met lulay is 2. Met lulay. Met lulay fi'al. Er zijn 2. Dus de. Waar een fi'al op duidt. Er zijn 2 zaken. Met lulay is 2 fout. Met lulay fi'ali. Ik zal het even opschrijven. Even uitschrijven zelfs. Kijk, nahwu 3. Anders is het allemaal vol. Dus als we gaan kijken. Met loel is enkel fout. Waar iets op duidt. Waar. Het duidt op iets. Als het ergens op duidt, dan is dat een met loel ervan. En een met loela. Met. Loela. Met loelani. Zijn twee met loel, toch? Maar wat is met loel dan? Met loel is hetgeen waar iets op duidt. Waar het op duidt. En met loelan. Stel voor, ik heb met loela en ik wil een mudaf maken. Met loelani el fi'al. Hoe wil ik dat doen? Als deze mudaf moet worden. Met lulani en ik wil een fi'al van maken. Wat doe je als ik bijvoorbeeld zeg met lulu, met lul, met lulun? El fi'al. Hoe maak ik een mudaf ilay? Met lulun. El fi'al. El fi'alu. Hoe maak ik deze mudaf ilay? Hey, wat gebeurt er dan? Het is toch al mudaf ilay? Nee, hier niet. Met lulun, el fi'al. El fi'ali, sowieso. Hij wordt majroor. Dus 1. En 2. De termin vervalt, toch? Met lulul fi'ali. Je zegt niet abdunillah. We zeggen abdullah. Toch? Dus de termin vervalt. Met lulul fi'ali. Dus waar de fi'al op duidt. Als ik zeg met lulani fi'ali. De noon van... Even onthouden, het is best wel een belangrijkste regel. De noon bij Muthanna en Jam Muzakir Salim is een vervanging van de tenwin bij Mufrad. De noon bij El Muthanna en Jam Muzakir Salim is een vervanging van de tenwin bij Mufrad. Dus de tenwin die je hebt bij Mufrad, zo Rajulun. Of bijvoorbeeld Muslimun. Al-Muslimani, de noon hier is de vervanger van de tenuin zoals hij was bij Muslimun. Wat zijn we de noon bij Muthanna en Jammu Dhakr Salim. Is dat bij elke... Altijd. Dus als iemand zonder een majroor of maakt zo'n ding is, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij gaat, want tenuin is sowieso geen alama. Tenuin is nooit een alama. Zo? Tenuin is nooit een alama. Heb je ooit gehoord dat een tenuin een alama is van iets? Je kent de alamaat van de ismim en fi'al. Heb je ooit gehoord dat een termin een alama is van? Nee, van die? Nee. Duidt dat op? Die noon bij die twee duidt op? Wat? Wat zei je? Die noon bij Mufanna en bij Jammu Dhakr Salim? Is een vervanging. Oh, vervanging. Is een vervanging van de tenuin van de Mufrad. Dus, bijvoorbeeld muslimun. Meervoud van muslimun is? Muslimen. Meervoud. Meervoud. Muslimoon of muslimin? Deze noon, allebei is correct. Muslimoon of muslimin, allebei correct. En deze noon is vervanging van deze. Aywad. Van nee, deze. Jammu Dhakr Salim, toch? Jammu Dhakr Salim, dit. En als het 2 fout is? En dan jarfa'u bilwaw, toch? Ja, ja. En van muslimani,
Deze noon precies hetzelfde. De noon van tweevoud. Dus, wat gebeurt er bij al-idafa? De tenwin vervalt. Wat gebeurt er dan bij al-idafa als het muthanna is? Ook. De tenwin vervalt, daar is geen tenwin. Maar dan de? De noon komt in de plek. Vervalt, precies. Die vervalt. Ja. Dus met lulal fi'ali. Als ik wil zeggen, de twee dingen waar de fi'al op duidt, zeg ik met lulal fi'ali. Okay. De noon verneemt de plaats van de tenwin. Tenwin vervalt toch bij idafa? Op die manier, ja, nou. Dus hij, omdat hij de plaats... Omdat hij meevalt, ja, precies. Dit is tweevoud. Ja, met lu. Die gaat op twee dingen duiden. Ja, ja. Nee, hij zegt... Al-mazdo ismu ma siwa zamani min met lulay al-fi'ali. Min met lulay al-fi'ali. Smuthanna. Ja, smuthanna. Met lulay al-fi'ali. De twee zaken waar de fi'al op duidt. Waar duidt de fi'al op? Al-fi'al yadullu ala twee zaken. De ism zijn het toch? Nee, nee. De fi'al yadullu ala. Kom daarop. Yadullu ala twee zaken. Wacht, de definitie van een... We komen daar terug. We gaan terugkomen. Ik ging, alle punten zijn nodig om daar te komen. Okay. Al-fi'al yadullu ala madha. Twee zaken. Een fi'al heeft twee zaken die verbonden zijn eraan. Lelele, fi'al is los van de fi'al. Le yadullu huwa al kalima al fi'al als ik het daar heb. Tijd en plek of zo? Niet plek. Plaats. Nee, le yadullu als ik het daar heb. Weet je welke plek? Bijvoorbeeld welke persoon, eerste persoon of tweede persoon of derde persoon? Ook niet. Ook los, staat ook los daarvan. Denk maar na. Weet dat ook weer? Tijd en bepaald toch? Of... Bepaald of onbepaald? Ook niet. Niet bepaald of onbepaald. Maar nog makkelijker. Zelfs als ik over... Wat is een fi'al? Een werkwoord. En wat doe je dan? Je doet iets. Je doet iets. Ja. Dat iets, een gebeurtenis, een actie, ja, noem je al-hadath. Je doet al-hadathi. Dat is één. Dus het is iets wat je doet. Dat is een werkwoord natuurlijk. Je moet iets doen. Dus een fi'al je doet al-hadathi wa zaman. En hij duidt op een zaman. Waarom? Als zegt, ja, wat zijn fi'al, kan je dat gewoon zeggen. Naam, fi'al, maar je doet al al-hadithi wa zaman. Wa zamani. Al-hadath is een gebeurtenis. Het is een gebeurtenis of een actie. Of iets. In ieder geval, er gebeurt iets. Wa zaman is tijd. Een van de dingen waar de fi'al aan verbonden is altijd, is aan een tijd. Want je hebt de fi'al maadi. En veel modare. Dus de veel maadi is verleden tijd. En veel modare is tegenwoordige tijd of toekomstige tijd. En de veel ammer is toekomstige tijd. Altijd. Maar het is altijd het verbonden aan de tijd. En hij zegt vervolgens. Al-Masdar is een ism. Behalve de zaman. Is hetgeen wat. Wat los is van de zaman. Van de matlulayl fi'al. Dus van de medlulayl fi'al, dus als we hem zouden kopiëren, zegt hij. Zeven we zouden het kopiëren, dat is nog niet correct. We gaan het zo verbeteren. Je doet al hadathi wa zaman. Als we dit zouden zeggen, zou het fout zijn. Ja, de masdar is niet aan tijd gekoppeld. Precies, hij zegt ma siwa zamani. Hij zegt ma siwa zamani min medlulayl fi'al. Met lulayl fi'al betekent al-hadaf wa zaman. En hij zegt, de ism is hetgeen wat zonder zaman is van de met lulayl fi'al. Dus in plaats van dat hij gaat zeggen van al-masdar yadulu ala hadath, is wat hij hier eigenlijk zegt. Al-masdar yadulu ala hadathin. Maar hier wil hij het nog duidelijk maken. Hij zegt van, luister, de fi'al bestaat uit twee zaken. Al-hadafi wa zaman. Wal-masdar yadulu ala hadafi biduni zaman. Al-masdar yadulu ala hadathin duni zaman. Dus hij heeft alleen maar al-hadath. En hij geeft hier een voorbeeld. Ka-amnin min amin. En amin, oftewel amina. Fi'al is amina en amin is de masdar. Zoals amin van het werkwoord amina. Oké.
betekent? Amen is veiligheid. Amina is dus dat iemand veilig is. Ja, dat komt. Dat heeft inderdaad, dat komt daarvan. Ja. Staf. Hey, dat is staf. Nou. Ik had even dingen gekopieerd. Al-Masdur ismu Masi wa Zamani min matlulay fi'alika amin min amin. Al-Fi'l yadullu ala shay'ayn, al-Hadafi wa Zaman. Dat is wat Ibn Aqil zegt in zijn uitleg van Al-Fi'a. Faqama yadullu ala qiyamin fi zamanin mad. Toch? Al-Qama. Qama yadullu. Als ik zeg Qama. Verleden tijd. Duidt op de verleden tijd en op wat? Het staan in de verleden tijd. Het staan. Dat is één, dat is al-hadath. En dat het in de verleden tijd is geweest. وَيَقُومُ يَدُولَ عَلَى قِيَامٍ فِي الْحَالِ أَوْ الْإِسْتِقْبَالِ المضارح. المضارح, inderdaad. يَقُوم, يَدُولَ عَلَى قِيَامٍ. Duidt op staan in nu, in het heden, of in de toekomst. وَقُومْ يَدُولَ عَلَى قِيَامٍ فِي الْإِسْتِقْبَالِ. Dat is het amr. يَدُولُ عَلَى يَدُولُ عَلَى قِيَامٍ, duidt op het staan in de toekomstige tijd. وَالْقِيَامُ هُوَ الْحَدَثُ. Al-Qiyam, het staan zelf, is de hadath, is de gebeurtenis. Al-Qiyam is de masdar van Qama. وَهُوَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ الْفِعْلِ. Is een van de twee zaken waar de fi'l op duidt, namelijk al-hadath. وهو المصدر. Dus de masdar is net als de fi'l, maar heeft alleen maar de betekenis, heeft alleen maar de hadaf en niet de zaman. Dus als jij een woord wilt weten wat de masdar daarvan is, moet je dus de tijd weglaten. Tijd weglaten. En wat blijft er over, is de masdar. Gewoon eigenlijk het staan. Het staan. Niet of je het in het verleden of in het geweest. Precies, je weet niet. Het staan is los van tijd. Van tijd. Terwijl hij stond, of hij staat, is verbonden aan de tijd. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي لأمن أمنا. أمن is een van de twee betekenis, of heeft een van de twee zaken waar أمنا op duidt. Als ik zeg قال en de مصدر is قول, een van de twee zaken waar قال op duidt is القول, ولكن hij duidt ook nog op الزمن الماض, oftewel verleden tijd. Maar waar die alleen op duidt is al-hadath. Dus al-masdar is ismu al-hadathi. Ghayru muqtarinin bi zaman. Is ismu al-hadathi ghayru muqtarinin bi zaman. En op basis van deze, van het feit dat dat ze allebei heel dicht bij de bron liggen. Van eentje zegt dat de fi'l de asl is van ishtiqaq. En de andere zegt de masdar is de asl van ishtiqaq. En dat is de ikhtilaf die onder de geleerden van nahw is. Wat denk ishtiqaq? Ishtiqaq is waar de rest van ontrokken wordt. Okay. Dus komt het woordje yaqumu nou van qama of van qiyam. En komt qa'im dan ook van qam of qiyam. Dan komt al-maqum, al-maqam en al die andere woorden, komen die dan van qama, de fi'l, of van qiyam, de masdar. Je hebt een ei gehaald, of niet? Misschien wel, ja. Misschien wel. Type. We liggen als de masdar. Type. Maar dat is niet precies wat we nu aan het bestuderen zijn. We zijn nu bezig met de mef'ul mutlaq. En de mef'ul mutlaq, zoals we hem hebben gegeven, is altijd de masdar. Maar een specifiek gebruik van de masdar. Want de masdar is algemeen. Elke fi'al heeft in principe een masdar. Daar moet je vanuit gaan. Elke fi'al, tenzij het shad is, zoals lezen enzovoort. Maar ik als gewoon normale fi'al heeft altijd een masdar. Of meerdere masadir. Kan ook nog. Je kan meerdere masadir hebben per fi'al. Bijvoorbeeld, ze hebben. De masdar van dhahab is dhahab, het gaan. Lekker in dhahab kan ook dhuhub zijn. Dhuhub en dhahab is allebei correct. Als masdar. En de manier om de masdar te achterhalen is deels sama'i.
Sama'i betekent dat je het moet leren zoals het overgeleverd is. En deels qiyasi, op basis van qiyas. Dat je gaat kijken naar de ene. En als je zegt, oh, de andere kan je op dezelfde manier vervoegen. Dat is de masdar, zei je? De masdar. Dus de masdar heb je sama'i en qiyasi. En vervolgens bij straf leer je precies welke sama'i is en wat qiyasi is. En daar gaan we het zondag over hebben, inshallah. Het eerste waar we het over gaan hebben is de masdar. Hoe we aan de masdar komen. En bij het vervoegen ervan zeg je altijd de fi'l madi, fi'l mudar en dan de masdar. En dat is wat hij hier bedoelt. Alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li nahwu darba yadribu darban. Het darb, het slaan, is de masdar van darba. وليس الغرض هنا معرفة المصدر لذاته. Hij zegt in dit hoofdstuk is het niet de bedoeling om de masdar te kennen zelf. إنما الغرض لمعرفة المفعول المطلق. Het gaat hier om, in deze les gaat het om het kennen van de mef'ul mutlaq. وهو يكون مصدرا. Hij is altijd een masdar. De mef'ul mutlaq is altijd een masdar. وهو عبارة عن En de mef'ul mutlaq, de definitie daarvan is ma laysa khabaran mimma dala ala ta'kid 'amilihi aw naw'ihi aw 'adadihi. En de mef'ul mutlaq is ma dala ala ta'kid 'amilihi ma dala ala ta'kid 'amilihi وليس خبرا لانه هو منصوب. De definitie is dat de mef'ul mutlaq wordt gebruikt als tawkid van de amil. En wat is de amil in een jumla fi'aliyah? Datgene wat invloed heeft op de ja, maar ik bedoel in een jumla fi'aliyah. Wat bestaat een jumla fi'aliyah uit? Fi'al en een? Fa'il. Wat is de amil van de twee? De fi'al. Dus een tawkid van de van de fi'al. Dus je gebruikt de masdar, kan je gebruiken als tawkid van de fi'al. Voorbeeld, darabtuka darba. Darabtuka darba. Wa akaltu at-tufaha akla. Darabtuka dana? Darban. Dat je de fi'al pakt. En dan is hij mansoob. En dan is hij de mef'ul bi, sorry, de mef'ul mutlaq is mansoob. Ja, maar wat betekent darab tuke darben? Ik heb jou geslagen. En darben is tawkid. Darab tuke betekent ik heb jou geslagen, toch? Mm-hmm. En darben is de masdar die je gebruikt als tawkid van de fi'al. Tawkid is benadrukken, toch? Dus je hebt hem zeker geslagen. Darab tuke darben. Maar nu is het tweede woord de tawkid, toch? Ja. Dan is het fa'il. In dit geval. Nee. Fa'il zit in de rabtuka. Nee. De rabtuka. De rabtuka is fi'al. Fi'al fa'il mef'ul bi. Darben is de mef'ul mutlaq. Die komt helemaal aan het einde. Ja, maar dan, dat is de fa'il dan toch in deze zin? Nee. Dat was de fa'il. Toe. Oh, wacht. En ka is de mef'ul bi. Oké. De rab toe. Oh ja. Ka. Toe is ik. K is jij. Okay, dus ik heb jou geslagen. Darben. En darben is dan de tawkid. Is tawkid lil'amil. In dit geval is die tawkid. Dus dit benadrukt eigenlijk dat ik jou geslagen heb. Ja, precies. Je zegt het, darabtuka betekent zelf darabtuka darba. Een darben is tawkid. En tawkid is gewoon benadrukken van iets. Dat is een van de manieren om de mef'ul mutlaq te gebruiken. Maar wat is darben dan masdar van darba? Darb is een masdar van darba. De masdar, je moet de masdar gebruiken. Je moet altijd de masdar gebruiken. Dat is het automatische ding is. Wat? Fi'al mutlaq. Wat? Als je de masdar gebruikt in zo'n zin. Nee, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen... Het darbu. Darbu al-waladi. La yajuz, bijvoorbeeld. Darbu al-waladi, la yajuz. Darb is een... Ik gebruik een woord. Maar niet als tawkid van de amil. Darb. Ik kan bijvoorbeeld zeggen... Het darbu la yajuz. Het darbu nisa... Leidjus bijvoorbeeld. Dat is de gofé. Dan is darbu en nisa'i is dan gewoon mubtada. En nisa'i is dan
مضاف إليه. لا يجوز إس. ضربت. لا لا الضرب النسائي. ضربوا. نسائي. بس خبره. لا يجوز يعني في جملة فعلية. جملة فعلية إيش خبر؟ دي ضربن إيش هو المصدر فهمته؟ إذا مصدر يا بسيط. وده مفعول مطلق متعطيت المصدر زي. ما نيت أكو مصدر اسم مفعول مطلق. الإسلام بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على الخمس. بس الإسلام من ديزن. الإسلام المصدر فن أسلمة. إسلام إذا مصدر فن. فن أسلمة. بني الإسلام على خمسين. بني يعني بني فعل مبني للمفعول. بني is up about. بني على خمس. بني الإسلام. The Islam is gebouwd op vijf zeilen. Shahadatu an la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Enzovoort. Wa bunya al-Islamu. Hier is de na'ib al-fa'il. Bunya al-Islamu is na'ib al-fa'il. Dus al-Islam is een masdar. Welke hij wordt niet gebruikt als tawkid van de amil. Hij wordt niet gebruikt als maf'ul mutlaq. Hij wordt niet gebruikt als maf'ul mutlaq. Dus niet elke masdar is een mef'ul mutlaq. Waar elke mef'ul mutlaq is een masdar. Ja. Een van de betekenissen is dus tawkid al-amil. Maar is ook hier staat tawkid au nou'ihi au adadihi. Wat ik beter is bayan nou'ihi en bayan adadihi. Oftewel, je kan hem gebruiken voor tawkid van de amil, maar je kan hem ook gebruiken voor het verduidelijken van welke soort. Welke soort het is. En we gaan dus ook. Bayan nou'ihi. Nou' al-amil. Of adadi al-amil. Of adadi. Nou, de adad van de amil. Dus de soort amil. Of de aantallen van de amil. Ik zal een voorbeeld geven. Hier zijn meerdere voorbeelden. Al-awwal. Die hebben we net behandeld. المؤكد لعامله is de mef'ul mutlaq die komt als mu'akkid als tawkid van de amil zoals hafidtu dars hifdha hafidta naam jij hebt de dars gememoriseerd wat ik in echt gememoriseerd heb hafidta nee hafidta hafidta deze ja dit is een damir jij betekent jij enta is niet mabni hij is niet mansoob. Dit zei ik ook altijd bij die terabia, maar wel toch dat je eigenlijk dat woord heeft dan nog een keer gebruikt om hem te benadrukken, toch? Ja, maar dan komt die direct daarna. Dat is iets anders. Oh, okay. Is niet tawkid al-lafzi. Het is dat je... Hafidta, valt buiten al-i'rab helemaal. Ta is een damir. Mabniyu na'la al-fathi la mahallahu min al-i'rab. Ad-darsa maf'ul bih. Hifdhan maf'ul mutlaq. En hij wordt hier gebruikt als tawkid van de amil. Maar is dat... Ja. Nou? Het is toch ook fijn? Dat is fijn, waarom dat het dan meer is iemand zo? Hij is iemand zo, hoor. Hoe kom je aan nasp? Of hij is, heeft toch fetha? Een fetha, wat ik net is een damir. Een damir is... en als het een man is, als het Anna is het toe. Als jij is het ta. Als het een vrouw is het die. Heeft niks te maken, die fetha heeft niks te maken met al-i'rab. Zij is gewoon maar voor. Hij is mahali raf'i. Oké. Hij is mabni, mabni. Al-bina was... Of jou gaat. Nee, joh. Dat is algemeen. Hoe wordt ook niet hoe aan het begin van zijn. Ja. En ilahui. Nee, hoe ilahu. Nou. Maar dat, of ilahi. Dat stukje hafid, dat is wel een merkwoord, toch? Hafidha. Hafidha, hafidta. Dus jij hebt gememoriseerd. Ja. Ad-darsa, hifdhan. Hifdan is tawkid van de amil. Hifd is de, want de amil is hafidha. En je gebruikt de de verleden tijd voor hem. Verleden tijd, hafidha. En een masdar, hifd. Is gebruik je om als tawkid. Dat ervan. Te benadrukken. Precies. En dat is de eerste voorbeeld. Maar er is ook een andere. Al-mubayyinu li nou'i al-amil. Al-mubayyin li nou'ihi. Li nou'i al-amil. Zoals... Luister goed naar het voorbeeld. Ahbabtu al-ustadi hubbal waladi
Abahu. Waar staat hij? Ahbabtu, deze. Ahbabtu ustadi, hubba al-waladi abahu. Ja. Type. Wat betekent hier? Ik hou van de ustad zoals ik van zoals de zoon van zijn vader houdt. Nee, ik hield van mij, ja. Ahbabtu, lekker. Ja. Vaak, je kan hem al die gebruiken met de betekenis dat hij doorgaat. Ik hield en hou van. Oké, maar je zegt eigenlijk, ik hield van mijn ustad. Zoals een walad van zijn vader houdt. Hubba. En hub is de masdar van ahabba. Hub, el hub, liefde. Het liefhebben. Is hier gebruik je het woord hub eigenlijk nog een keer nadat je eerst ahabbtu hebt gezegd. Precies, maar in dit geval wordt er niet taukid gebruikt. Maar verduidelijken, wat voor hub is het? Je verduidelijkt wat voor hub het is. Je geeft eigenlijk een soort van extreme groepvorm om die eerste... Naam. Ahbabtu ustadi hubba al-waladi li-abahu. Ik hou van mijn ustad zoals een... Wat voor liefde? En deze hub is mansoob. Waarom is mansoob? Omdat hij mevrouw mutlak is. Ja. Hij is mevrouw mutlak. Dus als je die Arab zou doen van die... Ja. Alleen het woord hubba is dan die mevrouw mutlak, toch? Wat? Alleen het woord groep is. Ja, ja. Alleen, ja, precies. Want dit is modaf en dan de waladi is... waladi is modaf ilay. Ook, meteen. Hubba, al waladi, abahu en abahu is... is mef'al bi van hubba. Van de mazdar zelf. Is ahbabtu, ahbab is dan fa'al. Dan tu is dan fa'al. Ja. Ustadi mef'al bi. Ja. Maar hubba, vuil moet lachen. Nee, dan. Ado. Maar ik weet niet hoe je op een vuil bij komt bij abahu. Abahu, omdat de masdar heeft dezelfde. De masdar heeft dezelfde amel als de fi'al. Hij is degene waarvan het vuil is. Dus fi'al, fi'al en vuil bij bedoel je in principe. Fi'al, fi'al. Naam, hub. Yani, want dan heb je masdar en dan heb je dus dat is modaf, modaf ilay. Die abba is degene waarvan gehouden wordt. Ja, ik snap het, maar hoe kom je daar bij op met ul b? Deze. Ja. Omdat de hub is... Omdat de masdar heeft dezelfde amel als de fi'al. Met andere woorden, de masdar heeft een fa'il en een maf'ul bi. Een fa'il die mafroo is en een maf'ul bi die mansoob is. De masdar zelf. Sorry, wat zei je? De masdar heeft een? De masdar kan een fa'il en een maf'ul bi hebben. Okay, ja. De masdar zelf. Omdat hij dezelfde amel als de fi'al heeft. Want hij heeft de betekenis van de fi'al. Waarom heeft hij niet dezelfde amel? Wat doet de fi'al? Hij maakt de fi'al mafroo en de maf'ul bi mansoob. Maar die walad is ook fa'il, toch? Nee, nee. Oh, maar het is modaf ilay. En dan dus huwa is de fa'il. Oh, oké. Okay. Huwa slaat terug op el walad. Ja. Ahbabtu ustadi hubba. Dus je probeert te verduidelijken wat voor... Dus mubayyin li naw'il amil. Dus mubayyin. Snap je? Dus niet als stokiet, maar je probeert aan te geven, oké, wat voor hub dan? Ahbabtu hu, yani hubba el waladi abahu. Of li abihi, kan je ook zeggen, als je wil zeggen. Als je die mefo'ul bi hebt, dan kun je niet dat zelf ook nog zeggen dat dat ook nog de fa'il is, omdat hij aan het houden is van zijn vader. Huh? Hoe? Nog een keer? El-Walad, yeah. Dat is ook degene die van zijn vader houdt, toch? Ja. Yeah. Dus je kunt dan niet zeggen dat hij de fa'il is, omdat hij ook mefo'ul bi heeft. Nee, want de fa'il is een zomer voor, dat is één, maar dit is modaf ilay. Dus als hij een amel heeft, dan heeft hij een verborgen huwa die terugverwijst naar el-Walad. Waqaftu li ustadi, ik stond op voor mijn ustad, in sommige landen doen ze dat, als de leraar binnenkomt staan ze op voor hem. Waqaftu li ustadi, wuquf al mu'addab. Wuquf al mu'addab. Waqaftu, al wuquf is de masdar van waqafa, van opstaan. Oh, dat is, oké. Wuquf. Tijd te maken van waqf. Nee, dat is geen tijd. Nee, sorry. Ja, ik stond op voor mijn ustad. Waqaf al-mu'addab. Hoe stond hij op? Wat voor opstaan was het? Respect. Een opstaan van iemand die respect, van die manier heeft. Dan heb je dus de maf'ul mutlaq, dat is dan gewoon
Wokova, omdat dat een masdar is. Ja. Maar je moet er een woord achter hebben die dat verduidelijkt. Ja, precies. Anders kan je niet verduidelijken. Ja. Je moet hem verduidelijken met een ander woord. Anders zou het... Waqaftu li ustadi wokova. Wa ahbabtu li ustadi hubba. Dan zou het tawkid zijn. Ja, precies. Dan zou het tawkid zijn. Als je niks anders vernoemt, is het tawkid. Maar dan is het ook met voor de mutlak, toch? Dat is het ook iets is. Ja, ja. Nou. Okay. Als er niks achter zou staan, zou het... Zou het dingen zijn. Als er niks achter zou staan, zou, het, zou je hem als het ook iets gebruiken. Maar, je kan hem ook gebruiken, en dit is het derde voorbeeld, om aan te geven hoeveel van de amil. En de mubayyin lil adad. Darabtu al-kasula darbatayn. Ah, hier deze. Darabtu. Naam. Darabtu al-kasula, de leie persoon, sloeg ik twee keer. Darbatayn. Dus je hebt hem geslagen. Darabtu al-kasula. Wat is kasula? Het kasula is iemand die lei is. Leie. Leie persoon. Kasula, ja. Het kusala. Het kusala is het. Maar darbeteen, is dat dan ook een benadrukking? Darbeteen, is dat ook een benadrukking? Het is geen benadrukking, het is een verduidelijking van de adat. Maar dan is het geen mevrouw mutlak, toch? Jawel, jawel. Want mevrouw mutlak heeft drie manieren. Taukiet van de amil, dat is één. Taukiet van de amil is één. Mm-hmm. Het verduidelijken van de hoedanigheid. Of het verduidelijken van de soort. Twee is het verduidelijken van de soort. Dat is mubayyin linaw'ihi. En drie, al-mubayyin lil-adadi. Ja, nou. Hoe zou je wat betekent dit? Darbatayn, Arab. Kijk, darab is duidelijk, is fi'l to. Is fa'il. Ja, darab to is fi'l fa'il, ja. Ja, precies. En dan heb je de kasool, dat is dan fi'l mutlaq. Het kasool. Toch? Of nee? Is mef'al bi. Hij is geslagen. Darab to al-kasool, fi'l fa'il mef'al bi. Wat is de mef'al mutlaq? Darbatayni. Maar waar is de masdar dan? Ja, darb. Darba. Darb zit erin. Darbatayni. Zou je zeggen muthanna? Ja, het is muthanna. Het is muthanna. Hoe zou die Arab dan toepassen bij deze? Ja, ik zou gewoon zeggen mef'al mutlaq. Ja. Mansoob. Mef'al bi mansoob. Mef'al mutlaq mansoob. Darbatayni. Ja, nee, maar als je uit alamatu nasbihi alia niyabatan al fatha li annahu muthanna. Ja, ja, zo zeker. Wat is die derde soort? Verduidelijk van het aantal. Het thalif al mubayyin li adad. Zoals darabtu al kasula darbatayni of darabtu thalatha darbat. Thalaf darbat. Thalaf neemt de plaats in van darb. Omdat het verbonden is eraan. Normaal zou je zeggen, in je darab hoe darb, toch? Zou je de darb zelf zou je mevrouw moet lakken maken. Welke thalaf is verduidelijkend voor wat? Voor de adad. Dus thalaf neemt de plaats in van de darb. Want het gaat over drie. En je zegt thalaf darbat. Oftewel drie klappen. Dus thalaf is mevrouw moet lakken. Ja, in dit geval. Darbat is dan... Modafilé. Dat is altijd. Dus tussen 3 en 10. En dan kom je bij Kitab al-Adad. Is nadat je 3 of van 3 tot met 9. Of 3 tot met 10. Is hetgeen wat erna komt, is Modafilé. Modafilé van dat cijfer? Van het cijfer, ja. Dat is Kitab al-Adad. Dat is een apart hoofdstuk. Oké. Okay. Is niet heel duidelijk. Heel duidelijk. Vijf darbat. Je zegt bijvoorbeeld Gamsu Atfalin. Gamsu Atfalin. Atfalin. Dus Atfalin is dan moet afgeleven. Elke keer als jij dus enkel als je elke keer als je dus 3 en 10 gebruikt. Dus 3 en 10, dus hetgene wat erna komt is met je roer. Zoals jullie kunnen zien. Ja, we kunnen even pakken. Thalafti ayyamin. Ayyamin. Verhefte Kuru'in, verhefte Ayyamin, Alafin. En alles wat erna dingen komt is. Hier heb je 13 Leila 10.
30, ولكن 30 is niet 3 maar 30. Na 30 komt, wordt hij nasp. Oh. Wordt hij mansoep. Nee, nee, niet dat. Komt er. Nou. Ja. Nee, dat klopt. Het staat 8. Na 30 komt 31 inderdaad. Wat ik inkom daarna komt ook een ver, komt ook een ism die iemand zo is. Nou, dus en dan komen we nog bij de Kitab al-Adad, gaan we dat leren. Wat ik in Thalaf is hier hoeveel 3 klappen. Ja. Of darbet. Ja. Dit is mef'al mutlaq. En vervolgens zegt hij. Wa huwa qisman. En de mef'al mutlaq kan je weer. Verdeeld door 2. Nou, alleen deze is best gemakkelijk. Alhamdulillah. Hij zegt, er zijn 2. Lafzi en ma'nawi. Lafzi betekent dat hij precies dezelfde, dat je de masdar gebruikt van de fi'al. En je, van de, zoals wij zeggen, en de kufiyun zeggen, zoals de masdar die uit de fi'al is gehaald. Van jalasa julus. Wa qatala qatal. Wa akala akal. Naam. Waname naum. Al die woorden komen uit de fi'al, toch? En die al het qawl. Anderen zeggen nee, naam komt van naum en andersom. Walakin, lafdiyun betekent dus dezelfde, uit dezelfde wortel of uit dezelfde stam moet je komen. Fa'in waafqa lafdahu lafd fi'ali fuwa lafdi. Als de lafd van de masdar, de lafd van de fi'al, overeenkomen is het lafdi. Dus jalasa julus. Wa dhahaba dhahab. Wa akala akal. Wa nama naum. Zodat elke letter erin zit. Precies, dat is dan de dingen. Maar, je hebt in Arabisch heb je ook synoniemen van woorden. Zijn misschien niet helemaal synoniemen. En die daar, is ook, daar hebben de ulema ook echt ikhtilaf over. Qataltu, bijvoorbeeld, qataltuhu qatla. Wat betekent dat? Qataltuhu qatla. Zoals Ibn Ajrum zegt hier in het boek. Zo'n voorbeeld, dat is een grammatica boek. Even een disclaimer gooien. Qataltuhu qatla betekent ik heb hem doodgemaakt. Ja. En qatlan is taukeed, het benadrukken daarvan. Lekker, dit is ik weet niet waarom hij niet zegt, we hebben hem omhelst. Maar dat is wel. Dat is duidelijk voorbeeld inderdaad. Wat ik in, ja goed, vroeger waren ze een beetje harder. Maar in wafqa ma'na fi'alihi duna lafzihi fuhuwa ma'nawi. En als het dezelfde betekenis heeft, maar niet uit dezelfde woord komt, dan is het ma'nawi. Zoals jalastu qu'udan. Wal qa'ada en jalasa zijn synoniemen. Qa'ada betekent ik zat. En jalasa betekent ik zat. Zijn synoniem van elkaar. Wa qumtu wukufan. Qumtu wukufan. Wa ataytu maji'an. Ja'an ata. Zijn dezelfde betekenis. Dus dan, je kan een synoniem gebruiken als de masdar van een synoniem gebruiken. Als men voor de mutlaq. Geen probleem. Aqulu in qasmul masdar alladhi yansubu ala annahu maf'ul mutlaq ala qismayn. Qismul awwal ma yuwafiqul fi'l nasibu lahu fi lafdhihi. Bi an yakuna mujtamilan ala hurufihi wa fi ma'nahu aydan. Bi an yakuna ma'na al murad min al fi'l huwa al ma'na al murad min al masdar. So'as قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا precies. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يفارق ولا يوافقه في حروفه على ذلك افند لا تصون سينونيم افان بان يكون حروف المصدر غير حروف الفعل سؤال جلست قعودا فان معنى الجلسه هو معنى القعود جلوسا قعودا سينونيم افان وليس الحروف الكلمتين واحدة. Maar let's break af. Omdat het niet hetzelfde woord is, maar een synoniem. مثل ذلك فرحت جذلا وضربته لكما. لكم is لكما is slaan. وأهنته احتقارا. Wat? Dat is معنوي. Is معنوي. Als het een synoniem is. De rabtuhu lakman. Ik heb hem geslagen. Ja. Wa ahantuhu ihtiqara. Ja.
5. Wat is dit dan? Wat ta'kuluna turafa aklan lamma. Wat ta'kuluna? Doe Araf van deze. Wat ta'kuluna turafa? Wat ze betekenen? Aklan lamma. Ta'kuluna? Jullie eten. Maar in dit geval is het turaf is de erfenis. En ekel is eten. De masdar van. Van ta'kulun natuurlijk. Mm-hmm. Lemma. Wat betekent lemma? En die. Ekel en lemma. Nou, zoals ik hem begrijp. Is dus. Even kijken, even pak wat de vertaling hier zegt. Inhalig. Inhalig? Je wilt veel hebben, zeg maar. Ah, oké. Inhalig. En niet hier, maar... Wat betekent het dan? Nahwien. Wat is de Arabe van? Ta'kuluna is fi'l fa'il. Ta'kuluna is fi'l fa'il. Wat is de fi'l? Ta'kulu. Ta'kulu. En de? Na is de fa'il. Nee, niet na. Lwaw. Lwaw. Oh, Jama'a. Oké. Okay. En de noon is wat? Is voor die tanoen zeker. Nee, dit is niet, dit is een fi'al. Het is geen ism of. Oh ja. De noon is hier, de alama van? Wacht even. De noon bij de fi'al mudari'. Wacht even. Ik weet wat het is, mooi. Ik weet wat de alama is. يرفعوا بالنون ويجزم وينصب بحذفها طيب هو زين هذا كبير ده نكسخ ايوه متوقعته كوخت بقى مختار من استنى جمع تكسير صح جمع تكسير لا افعل خمسه Gewoon gelijk. Niet de tweede kans, de derde kans. Nee, je hebt fout. Ik moet die knop hebben. Wat was Afal Gamsa? Afal Gamsa. Als je dat niet weet, dan mag je niet meer terugkomen voor een keer. Ik weet dat deze groep is. Ja, wij gaan niet om die schema hier. Het gaat erom dat je weet wat die schema inhoudt. Je faalt. Tefalina, tefaluna. يفعلون تفعلاني يفعلاني سأفعل خمسة الفعل المضارع الذي يتصل به ألف التثنية أو واو جماعة أو ياء المخاطبة ده التعريف عن فعل خمسة دي مش اللي كان دي مش كما أي دي مش اللي كان أنا سبقت هنا مدة علاماتك بدك أوك ده علامات ما ده ديفنيشن من دينا نحن فعلا أسماء كدان ما الفعل ده بقى مش فهيت يا ما خاطر مدة جاي مراجعة دوت Dat gaat om. Serieus. Het gaat echt serieus om dat je de moraal gaat doen. Dat je niet... Want als jullie alleen maar nehwe doen op het moment dat jullie hier zijn... Ja, dan gaat het jaren langer duren. Ja, maar ik... Nee, weet ik. Ik geef het er even aan. Ik kon ons even gewoon een beetje nog tijd geven. Waar dan maat denk ik. Die moet als water zijn. Alamed en de dingen moeten als water zijn. Dat betekent dat je meer Muraja moet doen en minder PlayStation en Xbox. Ja. Maar weet je wat is, als ik dit leer... En WhatsApp en YouTube kijken. Als ik het schema in mijn hoofd ken, dan zou ik nog steeds niet herkennen dat dit... En slapen en eten. Ja, hoezo? We hebben definities behandeld. Ga maar terug, we hebben 31 lessen opgenomen. We hebben opgenomen. En daarvoor hebben we ook nog opgenomen. Ook nog 30 lessen. Of 29, 28 lessen. Ik weet niet welke die lessen dat zijn, maar... Ja, maar daarom één voor één kijken. Nee, Muraja. Opzetten. Mooi. Fi'al fa'il. Wauw is de fa'il. De noon is een alama van een raf'i. Omdat het gewoon geen nasab of jazim voorkomt. Het turatha. Mef'ul bi. Aklan. Aklan is dus mef'ul of hoe heet die? Mef'ul mutlaq. En lemmen is dus beschrijving van akl. Beschrijving. Wacht even, dit is mef'ul mutlaq. Mm-hmm. Maar niet hoe heet je ook weer? Ja, welke soort? Is ma'nawi, of weet je? Bayan, hij is niet ma'nawi. Niet dinges. Nee, hij is sowieso lovely. Hij is hetzelfde ekkel als ekkelen en ekkelen. Dat is gewoon lovely. Je hebt toch een woord daarna die dat zegt? Ja,
Dus hij is mubayyin li? Mubayyin li, mu'ti, nawa'i. Nawa'ihi, ja. De soort, ja, precies. Mubayyin li nawa'ihi, inderdaad. Dus aklan, lemma, betekent een akel die verduidelijk welke akel het is. Oh, je bedoelt dat het is die tweede soort eigenlijk? Ja, precies. Want tuhibboon al mala, hubben jamma. Tuhibboon fi'l fa'il. تحبون فعل فاعل المال مفعول به حبا مفعول اوتي مفعول المطلق اوتي مطلق مفعول مطلق اعطيك الجمع بتطبيقته هو زو يعني لا تطبق مال مفعول مش فايت فطنس ليك كاين فشكل معك السعاده دي اوف دي ناي داروم دارو زو زو بتيكنس فون وورد موش زو كان ذاتس بلانك سو زو از ا ويسل وركينج تو بايدا دوس وات فور حب Ja, wat voor hub hebben ze? Een hub die jamma is. En wat voor ekel is het? Een ekel die lemma is. Wat betekent hub en jamma? Liefde? Veel. Veel liefde, toch? Hub en jamma is gewoon veel liefde, toch? Ja, nee, ik weet niet wat jamma... Het is niet van jamma. Want ik in jamma moet je opzoeken. Het is altijd goed om dingen op te zoeken. Als we niks zeggen over de Koran, dan waar we geen verstand van hebben. إذا دكت الأرض دكا دكا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا صحف يا دكت دكت الأرض ik zou even opzoeken wat hoe hij vertaald heeft dan houden we daarbij verpulverd wordt met klappen verpulverd دكت الأرض دكا دكا إذا صحف دكت is فعل فاعل دكت الأرض نعم دكت الأرض دك is op net als dan verandert de fi'al en de neemt de mef'ul neemt plaats in van de fa'il zoals duriba zaidun zaid is geslagen دكت الأرض dus de ardo is naib al fa'il naib al fa'il dat is natuurlijk ook dingen mef'ul bi nee de mef'ul bi neemt plaats in van de fa'il dus wordt het naib al fa'il de naib al fa'il is de mef'ul die fa'il is geworden Of in de plaats van vijf is gekomen, sorry. Ja, ja, ja. Dekken, dekken. Dus dekken, de eerste dekken is dan die vermotlag. Ja, en dekken, tweede is... Ik weet niet wat het betekent. Tawkid. Ja, precies. Tawkid, lovely. Tawkid, ja. Lovely. Soften, soften. De tweede is dan toch de dingen? De vermotlag? Nee, de eerste. De eerste, de tweede verduidelijk het. Of geeft het... Tawkid, het is een tawkid op een tawkid. Ja. Doeket, die oude dekken. Dekken. Dekken is... Dekken is al tawkid. Is dat tawkid van doeketie. Oh, Dus Tawkid en Li'amili, hier wordt dekken is tweede. Tawkid op Tawkid. Maar het is ook nog eens de Mazdar. Ja, nou, de Mazdar wordt gebruikt als Tawkid. Ja, nou. Waja'a rabbuka wal malku saffan saffa. Dus saffan is niet... Is niet... Nou, saffan saffa is anders. Ik in subhanallah. Is dat ook in Al-Arab? Wat? Is dat bij Al-Quran Al-Arab? Wat? Nee, is geen Mazdar. Is dat ook maar van Mutlaq? Nee, nee. Is geen maar van Mutlaq. Waja'a... Want de mutlaq is de ja'a, het betekent komen, en saf is een rij. Maar er staat wel bijvoorbeeld, hoe, en hier wordt door saf wordt uitgelegd hoe de engelen komen. Nou, maar ik, daar hebben we een ander ding voor. Ja. De mutlaq is de masdar van ja'a of een synoniem ervan. Saf is geen synoniem van ja'a. Is dat dan tamiz? Dat is weer een ander. We gaan niet te ver. We gaan niet naar de andere hoofdstukken tot we deze hebben. Ja. Dat zal Arab op Koran kunnen verrichten dan. Ja, maar dat is de bedoeling uiteindelijk. Dat is de bedoeling. Jij bent diegene, hè? Dat is uiteindelijk de bedoeling. Inshallah. Maar wat is nou het verschil tussen Lafzi en Ma'nawi? Allebei hebben ons zo. Het enige verschil tussen de tweede is... De ene is synoniem is de fi'l zelf en de andere is de synoniem van de fi'l. Dus met andere woorden, het kan ook ma'nawi zijn. Het kan ook ma'nawi zijn, zonder probleem. Lemma, shadid. Nou, we kunnen even opzoeken hier. We hebben hier natuurlijk gewoon vertalingen. Goh, hij kan. Lef'il gemse, minder YouTube, minder gamen. Minder eten. Minder alles. Minder bitterballen. Enige probleem is Facebook, even kijken. Je filmpjes altijd door blijven spelen. Oh, Facebook sowieso. Facebook sowieso, hè. Mag ik wat zeggen? Ik denk dat als wij die remote gaan leren, dat het veel beter is.
Ja, Safi, als jij wilt moeten leren, als je denkt dat dat beter is voor jou. Want ik in, nee, want ik in de definitie zit niet in de moeten. Ja, maar als je die element wilt kennen, het is goed. Maar als je die element staan in die moeten, toch? Ah, nee, ik heb de motor niet gemonitoreerd, want als je mij vraagt wat is een FH-anagram, dan zeg je ja, nee, ik heb het over de element, snap je? Dus Steven, je hebt de FH-anagram, of vooral de Jamal, ik zie je Jamal. Ja, maar die zijn niet zo moeilijk om te leren. Is ook niet moeilijk, alleen als je maar één keer in de week een les hebt. Ja, daarom moet je herhalen. Ja, nee, daarom, ik begrijp je, ik begrijp wat je bedoelt. Ik hoor wat je zegt. De punt is meer van, ja, als jij denkt dat dat handig is voor jou. Nee, ik vraag dat. Dat is gewoon, als jij denkt, voor mij is het belangrijk dat je definities leert. De definities staan allemaal niet in moeten doen. Nee, zeker niet. En de definities die hij heeft gegeven aan mevrouw Moortlach, als je meer leert, degene die derde komt. Ja, nee, sorry, daar heb ik niks aan. Ja, maar daar heb ik niks aan, dat is geen definitie voor mij. Ja, snap je? Mijn punt is meer van, leer... In deze tijd kan je het niet zo... Nee, je kan het in deze tijd ook zeggen, dat er geen probleem is, dat je het nog steeds niet begrijpt. In deze tijd of die tijd. Nou. Even kijken. Wat hadden we? Wat de lemmen. Ja, nou, moeten we dingen opzoeken. Fan. De kunst van Saf. Wallah, voilà, no? Type. En we de Ekkoenoene Ekkelen Shadide. No. Type. Shukan. Dan gaan we naar de volgende. Nee, het is goed als mensen dingen kunnen opzoeken voor ons of weten. Het is sowieso belangrijk om die. Nou. Oké. Okay. Schrijf, is die duidelijk? Is die duidelijk? Met Van der Moortlach? Ja. Nou. Dan komen we bij de volgende. Ik heb altijd idee dat er heel veel onder kan vallen dan niet, maar gewoon door die laatste twee punten, zeg maar, dat het verduidelijken van de soort en verduidelijken van het aantal. Ja, valt inderdaad best wel veel onder. Dan hebben we dan de derde van de mef'ulat. En dat is al-mef'ulu fihi. Al-mef'ulu fihi. Moussa, read the qahwa? I know. MashaAllah. Abri. Al-mef'ulu fihi. Staat er niet bij. Het staat hier, trouwens, het staat wel bij. Ja, fihi. 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 Zou ik jij dan, of niet? Nee. Slaap. Fihi. Fihi. Type. Al-dharfu. المفعول فيه بصالة توي زاكة ظرف الزماني والظرف المكاني oftewel de plaats en de tijd. ظرف is hoe ga je het ظرف uit begin met waar is het woordenboek pak me over المعجم die staat daar toch ergens plek van de plek. Volgens mij rechts, daar, rechtsonder. Kan je dat niet zeggen? Plek van de tijd of wat van de kennis? Nee, het is goed om dingen op te zoeken. Even kijken hoe zij hem doen. Altijd makkelijker. Even niet nadenken, geen fouten maken. Als je dingen opzoekt. Ja. Even kijken. We hebben de eind. Maar voor de eind komt... Ta-va. طيب الظرف اريد القهوة نعم من فضلك الله 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 لكن ولو من تريد كوفي من معك ما اظن هذا اللي بيه ما انت ما اظن مالك بيت خون سوارت دريك قلتك كوفي سوارت نعم زاك هي bijwoordelijke bepaling. Bijwoordelijke bepaling. Hier heb je dharfu zamani wa makan. Bijwoordelijke bepaling van tijd, plaats. Een bijwoord van tijd, plaats. Dus noem het als een
als een bijwoord. Kun je dus, nou. Dus dat betekent eigenlijk dat el mef'ul fihi is eigenlijk een bijwoord, want duidt op een plaats of een tijd. Nee, naam, adem. Naam. Dus bekend onder nuhaat bij als el mef'ul fihi, we hoe nou aan. En deze heeft twee zaken, el dhafu zamani wa dhafu el mekan. El ouwel, dhafu zaman, en twee, dhafu el mekan. Dus een mef'ul fihi. Ja, trouwens, ik heb heel snel overheen gegaan, maar... Zijn er nog meer vragen? Nee, er zijn geen vragen verder. Dus, قال باب ضرف الزمان والمكان. ضرف الزمان هو الاسم الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير في. اسم. En dus wat is de definitie van ضرف الزمان van de eerste van de twee? Hij zegt اسم الزمان المنصوب بتقدير في. Is wat Ibn Ajram heeft gezegd. Dit stukje. Dus, Qala Ibn Ajram, bab dhafi zamani wal makan. Wat dhafi makan? Dhafi zamani huwa ismu zamani. Een ism die duidt op de tijd. En die is mansoob bi taqdiri fi. En fi komt daar eigenlijk voor. Fi, maar ligt niet verborgen. Bijvoorbeeld, al-yawma, wal-layla, wal-gudwa. والبكرة والصحراء وغدا وعتمة والصباح والمساء وأبدا وأمدا وحينا. Dus het is altijd een ism en altijd mansoob, toch? Ja, de ism is mansoob. De mef'ul fi is altijd mansoob. Maar het geldt voor de tijd en voor de plaats. Ja, voor beide. Misschien keef hij dat in fi jorna. Ja, nou. Welke je betaqdiri fi, welke je begrijpt dat fi is, de betekenis van fi. Van vier is. Hij is muqaddar, welke hij is niet alleen muqaddar daar fi, yani لك هي ايس مفعول في ذلك مفعول في الزمان اي نعم يعني نادي في تيكنس يعني وده هي مفعول في ذاك الزمان ومفعول في المكان طيب انا زي ليفو اعجيبه هو اما الظرف الزماني فهو عباره عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. Oké, okay, oftewel, de ism, de dhafu zaman is een ism die duidt op de tijd. Met een lafd die duidt op de, dus de dhafu zaman is een lafd die duidt op de plaats waar het plaats heeft gevonden. Zonder haf of fi. Zonder fi, nee. Want ik in bitaqdiri fi, met andere woorden, taqdir is, oftewel je begrijpt dat het daarin plaatsgevonden heeft. Niet dat het fi ervoor staat per se. Ja. Maar het kan wel met fi ervoor. Nee, want dan is hij major. En die fi, nee precies. Hij is niet, dus fi kan er niet voor. Als je zegt fi is het sowieso als hij, dan is het major. Want fi is een half jar. Het is gewoon zeg maar dat, ik snap. Het dalet wa ala dharfiyya, dat het plaatsvindt daarin. Wat dat ik meer naam. Als je bijvoorbeeld zegt, Sumtu, Yawm al-Ithnayn. Dalat ala al-Khayri. Nee. Dat is niet geen plaats in je tijd. Dalat ala al-Khayri. Nee, dat is geen plaats gelijk. Sumtu, Yawm al-Ithnayn. Ik heb gevast. Op welke dag? Maandag. Yawm al-Ithnayn. Yawma. Yawm al-Ithnayn. Yawm is mef'ul fihi. In die dag heb je het saum verricht. As-saum mef'ul fihi dhalik al-yawm. Sumtu yawm al-Ithnayn. Fa'ina yawm al-Ithnayn. Kun je ook zeggen, sumtu fi yawm al-Ithnayn? Ja, kan. Maar dit is gewoon, omdat je het zo zegt, wordt het mef'ul fihi. Ja. En welk woord is dan met voor een vier? Is dat Yom in dit geval? Of Yom. Het hele stuk? Nee, Yom. El Ifneen is dan Mudaf Ilay. Fijne Yom El Ifneen Dhafu Zamanin Mef'oolun Fihi Wa Huwa Mansoob Bi Qawlik Sumtu Wa Hada Al Aamir Dalun Ala Ma'nin Wa Huwa Siyam Wa Kalamu Ala Mulahadhi Ma'na Fi Ay An Siyam Hadafa Fi Yom El Madhkur Fi Al Yom El Madhkur. In de genoemde dag heeft het Siyam plaatsgevonden. En de siyam hadafa fi yawm al-madhkur heeft plaatsgevonden in die dag. Ze hoe mef'ulun fi, yani fi dhalik al-yawm.
أو في ذلكم اليوم als ik tegen jullie praat. بخلاف قولي قولهم نسيت سويت بخلاف قولي يخاف الكسول يوم الامتحان يوم الامتحان عفوا يخاف الكسول يوم نعم ما ماك زوزو فوت انا نيس كاين بروبليم ايك ماك زوزو غادي ما فوت ولكن كانت اومدا دي تيوري بيغريبت تو باس غير بوبل ابن عثيمين باس كي نحو تو ما انا ما فوبل تو كيف يضو علماء باس ني تو ابن عثيمين شنو هو براته هاي باس كي نحو تو صون عربي زي يعني عربي maar gewoon hij doet السكون gooien op dingen يعني is gewoon je weet toch niet focussen op dingen niet elke hij is niet aan het praten met elke keer fatha dat dat een kasra en zo voort ik bedoel alleen van jou maar dat is mef'ul fih ik ook zeggen nee wat nee wij nodig om de Koran en Sunna te begrijpen voor meer niks want wij weet je wat het is wij hoeven niet te praten. Wij zijn Juhal en Juhal hoeft niet te praten. Zo simpel is het. Ja, als hij alim wordt, dan mag hij Nahu toepassen. Want zelfs dan hoef je niet toe te passen. Want de mensen die studeren, kunnen toch geen Nahu. Daarom. Nee, maar Nahu en Sarf en al die dingen die wij aan het leren zijn, is om zodat wij de Koran en Sunna beter kunnen begrijpen. Dat is het enige voordeel die ik zie. En als de mensen zeggen, ja, ik kan gevaarlijk praten. Ja, we praten maar gevaarlijk. Wat ik in waar het om gaat, is de Koran en Sunna begrijpen. En daar heb je Nahu voor nodig. Daarom is de enige keer dat we die Fetha en de Kesra en Damme en Fetha allemaal aan het bestuderen zijn. Nou. Type. Maar lekker, je gaf nee. In dit geval is het anders. Hij zegt, je gaf al kasoolu yawm al imtihan. Wat betekent dat? De laaie persoon is bang voor de dag dat hij tussen maken. Is hij bang op die dag? Of is hij bang voor die dag? Voor die dag. Ja, dan is het geen mef'ul fih. Dus hij moet gewoon... Omdat hij niet plaatsvindt op Yawm al-Imtihan, want hij vreest die dag. Maar hoe mef'ul fih? Dat is geen wat gevreesd wordt. Yawm al-Imtihan wordt gevreesd. Dan is het mef'ul fih. Als het plaatsvindt op die dag, is het... Zoals je zegt, mef'ul fih. Ah, daardoor. Dat is de verschil tussen die twee. Ik ben nog gemaakt. Ik zit er zo. Mijn handen zijn nog eens opgelost. Alhamdulillah. Je gaf ons fa'il. Je gaf al kasulu. Is fa'il. Ja, mijn naam. Yawm al-fa'il bih. Ja, en imtihan is? Mudafilay? Ja, naam, mudafilay. Yawm al-imtihani. في ما ذلك أنه يخاف نفس اليوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقع في هذا اليوم. سبحان الله. Het is niet dat hij op die dag pas vreest. Hij vreest nu al voor die dag. Dat woord zo vier kun je zowel voor plaats en tijd gebruiken, toch? Vier? Ja, vier kan je in die tijd of in die plaats. Ik heb een vraag, ja. Hoe zou je dit kunnen toepassen zoals in de Koran? Hoezo? Wat je zegt, wat? Hoe zou je dat dan... Ja, wat voor verschil zou het maken? Dat het dan op die dag, dat je weet, is dat wat ik bedoel? Dat het dan duidelijker wordt gemaakt dat het op die dag gebeurt? Of? Nou, als ik je gaat voor naar Jomen, dan is het mef'ulun bihi. Zij vrezen die dag. Ja. Dus niet op die dag vrezen zij pas. Ze vrezen nu al. Dan is het automatisch geen. Als je praat over Yawm al-Qiyamah, je gaat voor Yawm al-Qiyamah, mathalan. Mef'ulun bihi. Nou, hier, ik zal even kijken of er een paar voorbeelden zijn. Daar heb je dag voor zomaar, dag voor mekaan. Lianna mef'ulun bihi is ook een zo, en mef'ulun fihi is ook een zo. Even kijken, even kijken, zag van Makani. Ze kennen allemaal dit. We zoeken Zamani. Even kijken. Misschien kunnen we deze vraag later. Kunnen we later in de inshallah. Ik ken Makani, is gewoon vaak. Is makkelijk. Weet je wat, Makani is breder ook. Zover ik weet. Nou, we gaan hem even behandelen en dan komen we bij Makani. Zamani, hoe hij bouwt aan de ismen die.
يدل على زمان منصوب اللفظ الدال على معنى الواقع ولذلك المعنى فيه ذلك. Zoals gezegd, sumtu yawmul al-ithnayn is, ik heb gevast op die dag. Dus dat is yawm is, mef'ulun fihi. Maar als je bijvoorbeeld zegt, yakhafu al-kasulu yawmul imtihan is yawm is mef'ulun bihi. Omdat hij vreest, die dag vreest zelf. Wa i'lam an zaman yanqasim ila qismayn, al-mukhtas wa al-mubham. Maar als je zegt, yakhafu yawm al-qiyamah, dan is het ook mef'ulun fihi. Ja, het is op die dag. Oh, nou, als je, zo kan je interpreteren inderdaad. Want ik kan ook zeggen, je gaat voor Yawm al-Qiyama. Mensen vrezen het nu al. Ja, ja, ja. Maar niet op die dag. Ik denk, op die dag vrezen ze het ook. Klopt, klopt. Ja'lam an zamani yanqasimu ila qismayn. Al-awwal al-mukhtassu wa al-thani al-mubham. Am al-mukhtassu huwa ma dala ala miqdarin mu'ayyanin mahdudin min al-zaman. Wal-mubham ma dala ala miqdarin ghayr mu'ayyanin wa la mahdud. En die is eigenlijk gewoon om de woorden op te splitsen. Van de ene is specifiek voor een bepaalde tijd, en de andere is algemeen. Bijvoorbeeld, een muhtas is as-shahr, een maand, as-sana, een jaar, al-yawm, een dag, al-aam, een jaar, al-usbu', een week. Is specifiek, je weet hoe lang het duurt. Al-muhtas. Specifiek, specifiek. Oh, okay. En mubham is breed gelaten, is ongespecificeerd. Zoals al-lahza, of al-waqt, of al-zaman, al-heen. Al-heen is gewoon, heen, je weet niet. Heen kan 2 minuten zijn, kan 20 jaar zijn. Heen is gewoon onbepaald. Dus heen is onbepaald? Heen is onbepaald, heen, nou. Dat mag ik aan zeggen, ik kom over 10 minuten, dan is zoiets. Al-heen. Kan je weten zeggen heen, dan heeft hij niet gelogen. Hallo, Lansouria. Al-lahza, al-waqt, al-zaman, al-heen. Al-heen is mubham. Letterlijk, heen kan alles zijn. Heen. Al-waqt, al-zaman, betekent zomaar aan. Ja, dus mubham is aam, yani. Mubham is onbekend, mubham. Yani. Iets wat onbekend is. Dat is niet specifiek gemaakt. Ja. Precies, en heen komt voor in de Koran. Hatta heen. Ja, hatta heen. Yani, hoe lang is heen? Ila heen. Tot een bepaalde tijd. Wat ik in die heen kan een jaar zijn, kan 100 jaar zijn. Salih heen. Ja, niet salih heen. إلى حين حين من الظهر لم يقوم صلي نعم. ذلك فقط مختصا كيف كان ساعتها لم يكن شيئا صحين لم يكن الدحي من الدحي لم يكن نعم انظر دين طيب دس وقت زمان حين كل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على انه مفعول فيه al dus deze twee categorieën mag allebei mansoob maken als mef'ulun Fihi. Even kijken. En vervolgens heeft hij nog. Heeft hij meerdere. Al-Fad. Genoemd. Hij heeft er in totaal 12 genoemd. Al-Yawm. Dat was Al-Yawm. Vandaag. Dag. Hoe min tulul al-fajri ila rubi shams. Van het opkomen van dus de dageraad tot het ondergaan van de zon. Sumtu al-Yawma. Of sumtu yawm al-Khamis. Of sumtu yawm al-Tawila. Walayla is van het ondergaan van de shams, van de zon, tot tulul al-fajr. Precies het tegenovergestelde. A'takaftu al-laylat al-bariha. En die is gisteren. A'takaftu laylat al-jumaati. Kan ik gebruiken op verschillende manieren, zoals hij hem hier gebruikt. Rudwa. Wat is rudwa? Al-rudwa betekent... Tussen salat al-subhi wa tulul al-shamsi. Ook wel bekend als al-fajr.
زارني صديق غدوتي أحد غدوتة أحد. En op wanneer heeft hij het gedaan? في ذلك الوقت. En في غدوتي الأحد. In de zondagochtend. غدوتة الأحد. والرابعة بكرة. البكرة is morgen. Nee. البكرة in Arabisch taal is de eerste, het begin van de dag. Bukra. Bukra? Ja, begin van de dag. Vroeg. Hoe oud? Hoe hier ouwel in haar? En hier begin van de dag. Wat Saharan? Saharan is eigenlijk qubayl al-fajr. Is net voor fajr, Sahar. Saharan. Dhakartu darsi Saharan. Ik heb mijn les herhaald, Sahara, net voor Fajr. Zoiets kan je zien, ja. Rond die tijd inderdaad. Radan is morgen. Atamaten. Atama is de naam voor de eerste derde deel van de nacht. Ze azurka atamaten. Ei, in die tijd. Ja, dat is eigenlijk de tijd dat je normaal gesproken staat door Isha bent ongeveer. Dat is het leed begint wanneer? Bij de Maghrib. Bij de Maghrib al, ja. Ja. Hoe is het? Atama. Atamaten. Dat betekent dus de eerste derde deel van de nacht. Sabahen. Sabah is bekend, toch? Wat ik in Sabah hier wordt gezegd, was de eerste helft. Eerste helft van de nacht wordt gezegd. Eerste, sorry, de, nee, sorry, de oude. Nisul Leili Thani. Ja, van het begin van de tweede deel van de nacht. Begin van het tweede deel van de nacht. Tot? Nee, Zawail. Tot neerdings. Nee, Zawail. Ja, nee, van. Wat? Nee, Zawail is dat hij op het hoogste punt staat. Net van het hoogste punt afgaat. Lange periode is dat eigenlijk. Lange periode, ja. Waarom worden nou al die tijden genoemd hier? Nee, omdat Ibn Ajrum eens heeft genoemd en hij legt ze uit wat het betekent. Dus het zijn gewoon voorbeelden eigenlijk? Zijn voorbeelden. Deze kan je gebruiken als Mef'ulun Mutlaq. Mef'ulun Fihi, sorry. Zawal. Hallo, Zawal. Deze sabah is tot Zawal, ja. Het thuis erin als je het... Het boek kan je gewoon... Je hebt het boek hier liggen. Je kan gewoon meenemen als je wil. Die mustalhat is belangrijk. Ik weet niet of deze mustalhat dingen is. Of je daar hier echt kamer aan kan ontlenen. Ik ken Arabisch, dat gaan boekeren, anders is het morgen. Oh, zo, ja. Ja. Omdat ze in de avond zijn, boekeren dan is automatisch morgenochtend. Ja. 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 Masa'an, hoe is het lil waqti alladhi yabtadi'u min zawali ila nisfi al-layl. Dus masa' begint van al-zawal. Na Zawal. Ja, nee. Zawal is net dat hij van de hoogstand afgaat, hè, trouwens. Van Zawal. Je zoon. Ila nisfi al-layli. Tot de helft van de nacht. Tegenovergestelde van Sabah. Want ik weet niet of het zo breed wordt genomen in het algemeen. Wasal al-qitaru bina masa'an. En die viel masa'. Ul-ashir abadan. Wahadi ashir amadan. Abadan is altijd. Dus je weet toch, Abadan is altijd. Eeuwig. Ja. We kulu minhuma ismun li zamani mustaqbal alladhi la ghayata li intihaihi. Abadan kan het nooit betekenen, toch? Ja, als nou, dus nooit. Als het negatief is, is het nooit. Als het positief is, het ooit. Altijd. Ja. Sorry, altijd. Ja. La as... Habu al-ashrar abadan. Ik ga nooit, in dit geval is het nooit, la. Wa la aqtarifu sharra amadan. Amadan wordt ook gebruikt als altijd. Volgens mij kan je daar nog een opmerking daarover hebben. Taib, hinan. Huwa al-ismu li zaman mubhamin, ghayr ma'lum ibtida' wa la intiha. Hin. Het is niet bekend wanneer hij begonnen is en je weet niet wanneer hij eindigt. Die geen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen. Sahabtu Aliyan heenan min het dahar.
een bepaalde tijd. Ik heb een bepaalde tijd, heb ik hem vergezeld. Heb ik Ali vergezeld. Heenen. Hoe is het een week? Is het een maand? Is het 10 jaar? Is het 100 jaar? Mubam. Weet je niet. Het is onduidelijk. ويلحق بذلك ما أشبه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا مثل صحوة وضحى أو كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة والزمان وبرحة فإن هذه وما مثله يجوز النصب كل واحد منهما على أنه مفعول فيه All these that are named مبهم not مبهم mag gebruiken als مفعول فيه. Dan blijft het voor de volgende keer over. Warfu al-Makani. En dan leer je dat het. Het is precies hetzelfde als Zaman, maar het enige verschil in de definitie is dat Ismu al-Makani is. Al-Mansubi Taqdiri Fi. Dus de plaats waar het plaats heeft gevonden. Dus waar een fi'al plaatsvindt. Als je dan zegt. En hier, waar? En die is voor mij. En hier komt de uitleg en ik ga het later behandelen. Ja. Kan je dus gebruiken voor mef'ulun fihi als dhaf mekan. Zijn er vragen voor tot nu toe? Natuurlijk is het niet zo moeilijk, want dit moeten we gewoon onthouden. Zo. Meens. Ik ben het meens. Dat iemand onthouden. Dat zijn toch niet de moeilijkste definities, dit? Nee, zeker niet. Ik denk dat jullie overleven, dat komt alles goed. Dus ik moet er wel vandoor. Type, dan houden we het hierbij. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallama taslima kathira. Ik heb een bezoek vandaag, want die jongen die ons misschien geld. Weet je nog iets dat je glas aan